Ook even naar de wc. Ik stik zo de moordvenen, pak even wat water voor me. Wat in de vorige video hadden we mais, chili dingetjes. En mijn assistent, zoon en vervelend aanhangsel is even naar het toilet. Dus ja. Niet meer normaal. Ik ga die dingen nooit meer vreten. Als je niet weet waar ik het over heb, moet je even de vorige video kijken. De mais chili review van Simon Velancee. Wat best een oké product was. Alleen, ja, je moet even zorgen dat je de sneltoets naar 1 en 2 bij de hand hebt. Want je stekt er nog gauw in. Dus dat. Vandaar dat ik nu even... We nemen natuurlijk wel eens vaak meerdere video's achter elkaar op. Dus ja, deze is vlak daarna. Leuk feitje, hè? Nou, schitterend. Nou, ja, terwijl we even wachten tot Velan terug is van het toilet. Ja, even een babbeltje maken. Heb je trouwens je handen gewassen met zeep? Ja. Mooi. Ja, even in de gaten houden, die jongen, dat hij hygiënisch blijft. Loop zo, even zo lopen. Hm? Loop er zo! Kan het dan in het langs hier? Nou, ga zitten. Zeg even welkom, dank voor het kijken. Oh nee, doen we aan het eind, hè? Ja. Ja, kan niet. Nou, dan wacht muziekje ondergekund. Nou, wat zeg je dan even? Hallo. Ja, hallo. Welkom bij een nieuwe video. En van Simon en Velancee. Ja. Welkom. Ja, kan niet. Kansloos. Vandaag hebben we iets leuks. Nou, zoals jullie allemaal wel weten, is het de laatste weken nogal heet in Nederland. Volgens mij was augustus echt een van de heetste maanden sinds, weet ik veel, jaren. En het is nu inmiddels september. En zelfs nu is het nog, nou ja, heet is het niet. Maar ik geloof dat maandag weer 25 graden wordt. Dus het is best wel warm. Dus wat is dan lekker als het warm is? Een ijs. IJsje? Ja. Ja, maar dus niet ijs, dus chocola. Zie je nou gewoon met de boel weer te verklappen, man? Dus even de spoilers te doen. Ik maak even een mooie bruggetje, aanloopje, introotje. Meneer hakt er gewoon een spoiler doorheen. Nou. Nou ja, leuk hoor. Nou, het is wel verklapt. Nep ijsjes hebben we vandaag. Nep ijsjes, iemand. Nep ijsjes, iemand. Nep ijsjes, iemand. Nep ijsjes, iemand. Nep ijsjes, nep ijsjes, iemand. 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 Heb je nog iemand gehoord die een spiegelbeeld had gestolen? Zou wel grappig zijn. Ja. Nee. Nou. Ik zag, het leek net of er FUCK stond. Nee, het staat er niet. Zie je dat? Dat rode. Hmm. Nou, nou ja. Ja, nice. Nou, wat is het? Het zijn 4 pieces. Hazelnut cream. Het zijn cornetto ijsjes. Maar het zijn geen echte ijsjes. Vrienden, ja, vriezer of zo. Wij zeggen als je op een ijs wil lekker. Zo. Ik geloof dat het hele kanaal een psychose gaat momenteel. Ja, staat er ook op. Cornet, heel grappig productje. Ik heb echt geen idee meer waar het vandaan kwam. Maar het zou best wel kunnen dat het van de Action afkwam, want er staat een achje op. En wat betekent achje? Nederland. Ja. Nederland. Zo. Dus ja, laten we maar gaan uitpakken. Mag ik even uitpakken deze keer? Even die kleine pokkenletters. Nou, ga jij hem maar even uitpakken dan. Wel netjes, hè? Dat is toch even die. Zo, ik heb echt droog gestopt van die mais rommel. Nou, waarom is het allemaal oneven? Ja, weet ik veel waarom het oneven is. Het ziet er wel heel leuk uit. Kijk, het zit er echt ingestoken. Van die cornetto ijsjes. Kijk, het ziet er ook uit als een cornetto ijsje. Echt exact hetzelfde. Alleen dan, ja, het is geen ijs.
Gaan we even uitpakken, leuke. Een perl. Ook dat klassieke ronde kartonnetje zit erop. Zo'n mini stoutje. Het enige verschil is dat je in plaats van wit ijs bovenop ziet, is het gewoon een chocolaatje. Wel met een ijsrondje. En er zitten van hier een soort, ja, ik weet niet, een soort smarties bovenop, denk ik. Hup, viel een stukje koek. Nou, dan gaan we maar eens even reviewen, hè? Oh. Dan ben je weer eens even buiten beeld. Oh. Oh. Nou, de binnenkant. Mmm. Zo. Oh, hallo. Goeiedag, zeg. Oh. Oh, een berg chocola in je bek. Nou. Weet ik even met de chocola doen? Ja, ik even af. Oh, die zit, wacht. Er zit ook nog een wit laagje in. Kijk, ja, chocola. Dat is de hazelnoot, denk ik. Nee, ik denk dat dat de hazelnootcreme is. Nee, ik vind die chocola echt niet te nassen, man. Nee. Hallo. Nou. Ja. Hm, dag, kunnen ze in China worden. De binnenkant is een soort substantie, dat lijkt een beetje witte chocola met een hazelnoot smaakje. Het hondje zelf smaakt gewoon naar een ijshondje, zoals een ijshondje smaakt. Maar ja, sorry dames en heren dat ik het er even af heb gehad, maar ik vind die chocola echt, nee, ik vind het gewoon echt goor. Oh, nee. Het probleem van die chocola is dat het... Ja, dat is ook een van de redenen dat ik niet van praline hou. Praline bonbons bijvoorbeeld. Die zitten helemaal vol gepleurd met een soort boterachtige chocolasubstantie. Nou, dit... Ja, boter met chocola is ook niet echt lekker. Dit smaakt ook gewoon een beetje naar alsof je... Ik weet niet... een stukje melkchocola neemt, gewoon zo'n stukje. En een hele bal van boter omheen kneedt. En dan zo in je bek stopt. Zo smaakt het. Nee, het smaakt heel erg boterig, goor, cremig. Nou, past een boter is ook echt goor. Nee, ik hou niet van. Heb je ook eens met die bonbons wat ik net zei, dan is de buitenkant best lekker. Krokant laagje of wit chocoladelaagje. Soms zit er een hazelnootje op of ander geinig dingetje. En een bijtje erin. En dan zit de binnenkant helemaal vol geblaft met van die cremige boterzooi rommel. Die hazelnootcreme, die in het lager zat in het koekje, die was wel oké. Okay. Die was best lekker. Die chocola vind ik echt, die verpest het gewoon van mij. Gadverdamme. Ik word er gewoon echt, nog even een slokje wel hoor. Nee, heel erg machtig, vies, goor, gadverdamme. Nee. Nou, er zitten 4 pieces in. Dat is ook precies wat voor cijfer het krijgt van mij. Simon 6, 4. Oh, dat heb ik de vorige video helemaal niet gedaan. En Simon 6. Simon 6, 4. Waarom geen 3, 2 van 1, Simon? Je vindt het toch vies? Nou ja, die hazelnootcreme is wel oké. Koekjes prima. Het is alleen chocola die het boel verpest bovenop. Plus, ik vind wel dat ze hun best hebben gedaan met de verpakking. Vind je niet? Ja. Ja, je hebt een big op je kop. Gaan we even kijken. Oh, fijn, heb een big op zijn kop. Oh, wat knap hoor. Oh, schitterend. Ik zal meteen Guinness Book of Records bellen. En... Nou. In ieder geval, wat ga je doen? Als een biggetje valt. Dat is waarschijnlijk een zin die je nog nooit in een YouTube video hebt gehoord. Wat ga je doen? Ja, mijn biggetje valt. Ik denk dat dat een zin is die je nooit hebt gehoord in een YouTube. Of zinnen. Of vraag. Dat is een vraag die je nooit hebt gehoord in een YouTube video, denk ik. En het antwoord heb je ook nog nooit gehoord in een... Dat is logisch. Nou, slapgelul. In ieder geval, dat is toch leuk? Hebben wij gewoon een scoopje? Ik zit net te vertellen, op heel YouTube heb je nog nooit de vraag gehoord, waarschijnlijk in een video, van wat ga je doen? En dat de ander dan antwoordt, ja, mijn biggetje valt. Nou, dat is toch uniek? Ja, dat het zou wel. Hallo, het is Simon en Veenland, hè? Het zou kunnen. Ja, sauerkraut in je nek. Nou, ik zei dus een 4, omdat ze heel erg hun best hebben gedaan. Kijk, het ziet er heel erg leuk uit. Ze hebben echt cornetto ijsjes van gemaakt. Zit in een leuk doosje. Maar ik vind ze dus totaal niet nice.
Ik vind ze... totaal niet leuk. Als mijn vinger jarig is, hè. Kijk. Ik kan een hoedje op. Nee? Kaboutertje dan? Ik ben een kaboutertje. Lalalala. Ik ben een kaboutertje. Lalalala. Oh, wacht. Kijk. Kijk de foto. Dat is een kaboutertje. Lalalala. Dat is een kaboutertje. Sneeuwwitje en de twee dwergen. Ja, maar het waren er toch 7? Ja, maar ook daar hebben ze personeel tekort. Personeel tekort. Waar is Sneeuwwitje? Nee? Nou, tijd zijn geruim. Of een verjaardagshoedje voor Lilliput. Nou, in ieder geval. Zo, alles gemist hier. Nou, wat geef jij voor cijfer? Nou, een 6. 6? Ja, is lekker. Vond je het lekker? Ja, ik vind het lekker. Hallo, maar wel even in beeld, hè? Pitten, ja. Vond je het lekker? De chocolade was lekker gewoon, man. Dat is wel lekker, toch? Vond je chocolade lekker? Serieus? Ja. Wordt het lekker? Ja. Nou ja, 4 en een 6 dan. Ja, is 10. Gemiddelde 5 voor het wanproduct. Ik ben blij dat het in ieder geval onder de 5,5 nou, is. Nou, zeker dat het dus die andere onvoldoende. Ook. En nee, die waren gewoon lekker van mama. En en anders blijft er nog eentje voor jou. Weet ik veel! Jij hebt over chagrijn nog op. Maar van! Wil jij nog wat zeggen? Nee, natuurlijk niet. Wil je nog wat zeggen of niet? Nee. Nou, dat was Velen alweer. Die weer voor, zoals gewoon, de hele video half in beeld is. Moet lekker zijn. In ieder geval, jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, subscriben, commentje plaatsen, duimpje omhoog. Delen ja, met zelfs je als liken. Ja, moet nog even zeggen, delen met je ogen. Zeg je ook elke keer. Lekker origineel. Zeg dan, delen met je bunker uit de Tweede Wereldoorlog. Of delen met je schilderij. Of delen met je stofzuiger. Of delen met de overburen. Die hebben we al eens een keer gehad, hè? Nee, weet ik veel. Nou, is een, ik ben moe, ik ben op. Sorry, ik vind het wel leuk dat jullie weer keken. En samen met jullie op naar de 50 abonnees. Voor die blote peper. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. En dan mag Bichtje ook mee proberen. Nou, ga jij de Bichtje mee verhalen? Pas op, Alois. Nou, dank voor het kijken. Nee, dank voor het kijken. Tot de volgende keer. No! Nou, kijk! Pas op, kijk, ik heb droog. Ik moet hoesten! Pas op, klik dan! Wat doe je nou? Huh? Daar. Ja, auw.